Rogier, sta je nou serieus op een carpoolplaats vlak naast de snelweg? Sterk nog, naast een heel groot knooppunt hier verderop. Waarom neem je ons mee naar nou zo'n niet mooie plek? Nou, daar hebben jullie helemaal gelijk in. Het gaat dit keer niet om de mooie plek, maar hier rondom dit knooppunt liggen 10 caches plus een bonus. En als het goed is, heb je daar een heleboel verschillende technieken voor nodig, een heleboel verschillende toeltjes voor nodig om de geocaches en die bonus te vinden. Dat is de reden waarom ik jullie wilde meenemen. Niet voor de mooie plek, waarschijnlijk een beetje gehorig. Ik ben bewust wel op een rustige dag gegaan en hopelijk een wat rustig tijdstip, maar toch hoor je de snelweg de hele tijd achter je en we lopen de hele tijd rondom dat knooppunt. Niet voor de mooie plek dus, maar wel hopelijk voor de mooie caches. Want we gaan hier langs de snelweg lopen, aan deze kant en aan de andere kant. En we gaan genieten. We gaan genieten van verschillende verstoptechnieken. En dan kom ik hier al vrij snel aan bij de eerste cache. Bij een boom, langs die snelweg dus inderdaad. En ik zie een vogelkastje hangen met een gat erin. En een hele lange buis tegen de boom aan naar boven. En daarboven hangt iets. Ik ben heel benieuwd welk toeltje we hier nodig gaan hebben. Nummertje 1. Vogelkastje dus. Hier zit een gat in. Waar we misschien wat mee moeten. Lijkt een soort deurtje te zijn. En ik zie hieronder ook nog een gaatje zitten. Nou heb ik bij deze het idee dat die buis naar boven, dat het iets met luchtdruk misschien is of zo. Want daar helemaal bovenin hangt zo'n ding. En ik weet niet of de cache nou van boven naar beneden moet komen. Of dat hij bijvoorbeeld uit dit gat moet vallen. Ik ben wel ongelooflijk benieuwd. Ik ga eens even wat toeltjes proberen. Ik denk, want deze past. Ja, ja hoor. Hij is open. Oké, nou vrij snel door dit gat, als je met een lampje in het gat kijkt, dan zie je vrij snel welke tool je nodig hebt van degene die je bij je hebt. En uiteindelijk gaat het klepje dan open. Ja, en als dat klepje open is, dan is vrij snel duidelijk wat hier de bedoeling is. Want hier hangt een touwtje. En dan denk ik, neem ik aan dat de bedoeling is dat dat ding daarboven, dat dat naar beneden komt. Super leuk bedacht. Slotje, touwtje erachter, cache naar beneden. Hoppa, daar is die. Hebbes, nice. Ja, Hebbes, eerste te pakken, lekker langs de snelweg. Log en door naar de volgende. Leuk gemaakt deze. Nou, die was in ieder geval al heel leuk om te doen. Eerste toeltje gebruikt. En we gaan door. Het voordeel van zo'n tour als dit is dat het allemaal vrij dicht bij elkaar ligt. En dat iedere cache gewoon weer bedenken is wat je hier moet doen, welke tool je moet gebruiken. En dan neem je op de koop toe dat we hier gewoon naast de snelweg staan. Dat we hier gewoon naast een knooppunt staan. Op een gelukkig rustige dag, maar toch wel veel auto's. Het geluid accepteer je dan maar. Want dit is gewoon een leuke puzzelroute eigenlijk. En als het goed is, ligt hier vlakbij al de eerste. Sterker nog, mijn GPS piept al. Next. Nou, hier heb je dus die buis. Aan de bovenkant zit een dop. En als je die eraf schroeft, ja, zit daar natuurlijk het gat in waar de cache waarschijnlijk in zit. Als je dan naar beneden kijkt, dan zit er onderin zit ook een gat. Maar dat is een heel groot gat. En als ik daarin voel met mijn vinger, dan voel ik een loszittende cache die ik niet vanaf de onderkant erbij kan krijgen. En nu zit je hier natuurlijk na te denken, hoe krijg ik deze cache nou naar boven? Waarschijnlijk bovenlangs, verwacht ik, want onderin zitten schroeven. Het zou met een magneetstok kunnen zijn, of een touwtje met een magneet eraan. Maar dan lijkt die me erg groot voor, dan was die wel kleiner geweest. Dus ik denk dat je hier water nodig hebt. Het is een vrij grote buis, dat wel. Maar we gaan het toch proberen. En ik denk dat de CO deze deksel hierboven bedoeld heeft als deksel onderop die buis. Want er zit namelijk ook een schroefdraad. Ik hoop dat het genoeg is, want het is een hele dikke buis. Lekt een klein beetje aan de onderkant.
Yes! Yes! Hapsakee! Nice! Kijk eens even, dat heeft hij mooi bedacht. Leuk! Hebbes! Nou mooi! Die hebben we ook te pakken. Nummertje 2. Bonuscodes opschrijven. Ben ik bij die vorige vergeten, maar het zijn enkele nummers, dus dat moet goed komen. Dit is de bonuscode B. En loggen dat ding en door naar de volgende. Leuk! En ik ben wel blij dat we nu van die 1,5 liter water af zijn. Want het is toch 1,5 kilo extra in mijn rugzak, hè? Even openmaken en dan zit de cash achter slot en grendel, achter tralies om precies te zijn. En ik heb deze al eens eerder gezien. Volgens mij is het de bedoeling om die tralies die stuk voor stuk van elkaar allemaal los zitten, allemaal omhoog te krijgen. En hieronder heeft de CO al een toeltje voorzien. Hoppakee. Weer een buis. Weer een buis. Met een touwtje erin dit keer. Ja hoor, ik weet meteen wat we hiermee moeten doen. En dat weten jullie ook, dat weet ik zeker. Want twee staafjes en een heleboel gaatjes hier, dat kan maar één ding betekenen. Wat is het toch een heerlijk spelletje, jongens. Volgende alweer te pakken. Even kijken hoor. Hier plakt niks. Hier plakt wel wat. Hey. Een ijzeren ringetje met een touwtje eraan. En wat moet je anders doen als je bij een geocache bent en je ziet een touwtje? Dan voorzichtig eraan trekken. Hoppa! Superleuk weer! Het is inmiddels wel goed warm geworden en ik ben wel blij dat ik aan deze kant van de snelweg loop. Want ik loop hier precies in de schaduw van de bomen die langs de snelweg staan. Dat is wel heel erg lekker. En ik zie verderop een groepje bomen, of eigenlijk één boom en een struik. En dat is wel een heel mooi baken voor de volgende cache. De GPS piept al. Als je zou zeggen dat hij of hier of bij deze boom zou moeten zijn. Ja, 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 kijk eens. Nice. Tussen de berenklauwen. Het is een soort brievenbus, lijkt wel. Want er zit zo'n brief, sleuf in, zou ik maar zeggen. Met gewoon een gat. Ik zie hier niks. Ik voel hier niks voor de rest. Hier lijkt wel een klepje te zitten. Maar ook die onderkant lijkt wel los te zitten. En die onderkant, want daar zal dan ongetwijfeld de cache wel zitten. Daar zit wel een slot. En we hebben hier aan de zijkant ook nog twee van die druk- of trekdingen. Maar hier zal uiteindelijk de cache wel in zitten. En we zullen toch iets moeten doen met die brievenbus. Nou, en gelukkig heeft de CO een hint erbij gezet. Anders gaat het hier heel lang duren. Maar je hebt ook hier weer een speciale tool nodig om de code van het slot te ontdekken. Yes! Open! Oh, wacht. Hij komt er gewoon
lijkt wel helemaal vanaf dit ding. Ja, dat is echt superleuk. Dat is echt tof bedacht. Je denkt, je hebt hem. Yes, ik heb de slotcode. En dan vervolgens denk je, waar is dat ding nou? Je doet nog wat dingen aan die cache, je draait hem om en daar is je cache. Hebbes, wat ongelooflijk gaaf. Hebbes. Boom. En de bonuscode. We steken hem snel over, want we moeten naar de andere kant. Zou zeggen dat hier het volgende waypoint moet zijn. De volgende cache moet ik zeggen. Nou, en ook deze was wederom weer even zoeken. Dat was meer vanwege het coördinaat dan dat die moeilijk te vinden is. Want hier aan die boom hangt zo'n langgerekte kast met een slot erop. Ongetwijfeld dat we daar moeten zijn. En als je de deksel optilt, want dat is de tool die je hier nodig hebt. Als je de deksel optilt, dan zie je een QR-code die je moet scannen. En daar zal ongetwijfeld de code van het slot in staan. Hoppa. Open. Ja, en dan denk je dat je klaar bent. We zullen nog wat opdrachten moeten voldoen hier. Snel opgelost gelukkig, maar wel een hele leuke twist. Leuk gedaan, super. Nou, en dan ga ik alweer onderweg naar de laatste... Voor de bonus, de laatste voor de bonus, als het goed is, heb ik dan alle bonusgetallen. En kan ik op naar de bonus. Ik ben ongelooflijk benieuwd en eigenlijk steeds benieuwder. Ze zijn ontzettend leuk. Hopelijk deze laatste ook. En dan als finale naar de bonus. Terug naar de snelweg. Waar we thuis horen. Bij deze trail in ieder geval. Het is eigenlijk grappig, hè? Want als je hier zou lopen en je zou gewoon normale caches doen, oppikkertjes, dan zou het eigenlijk nou in ieder geval een stuk minder leuk zijn, omdat de omgeving gewoon niet leuk is. Maar omdat je al deze puzzels hebt, is het eigenlijk wel heel grappig dat het deze omgeving is. En persoonlijk stoor ik me dan niet eens zo aan het feit dat ik gewoon 20 meter onder een snelweg sta. Ja, echt een superleuke afsluiter. We hebben een toeltje, nog eentje meegenomen die we hiervoor nodig hebben. Want hier is de cache, verwacht ik. Hierachter is de cache. Die zal naar boven moeten werken. Kronkel, kronkel, kronkel naar boven. En daar naartoe moeten werken. Dan hebben we hem te pakken, de ene laatste. En ik heb nog één toeltje bij me waarvan ik verwacht dat we die hiervoor nodig hebben. Satéprikkertjes. Yes, dit moet de juiste tool zijn als het goed is. Hebbes te pakken. Nice. Super. Als het goed is. Hartstikke idee. Yes. Nou heb ik alle bonusgetallen te pakken en ik weet waar de bonus ligt. We moeten nog een klein stukje doorlopen en dan gaan we deze geweldige ochtend buitenspelen afsluiten met hopelijk een geweldige bonus. Nice, ik heb het zo naar mijn zin gehad, maar nu de finale nog.
Hier ging toch echt ergens dat belletje net. Ja, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens. Nice. Nou, als dat geen leuke finale is, super vet. Super vet. Wow, kijk dan joh. Echt heel erg tof. Wat een afsluiter. Zo, dit is echt super vet. Ja, dit is natuurlijk gewoon echt geweldig. En moet je kijken, de onderkant van dat huis, dat klapt gewoon uit. En er zit een bak met goodies. En een bakje met het lofboek. En dat is de bel. Ongelooflijk gaaf dit. Nice. Wat een super gave afsluiter is dit. Ongelooflijk. Ik heb hem gelogd. Ik heb de bonus van deze geweldige trail gelogd. En deze krijgt natuurlijk een dikke, vette favoriet. Er zaten al cashjes tussen. Tussendoor die je favoriet verdienen. Maar deze gewoon helemaal. Ik heb ze allemaal gevonden. De een was sneller dan de ander. Je moest bijna bij iedere cash moest je een leuk werkje doen. En ondanks dat het dus naast de snelweg was, want je hoort ze nog steeds langskomen het verkeer. En tussen de snelweg en de industrie heb ik ongelooflijk genoten van dit ochtendje buiten spelen. Bedankt voor het kijken en tot heel snel weer jongens. Thanks!